Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto van 10 voor 3 vanmiddag zien we dat er tamelijk veel bewolking nog in Nederland is. De dikste bewolking bevindt zich in het noordoosten van het land, voor de rest breekt af en toe inmiddels de zon weer door. In het land komt verspreid ook nog een enkel buitje voor. De regen van vanochtend heeft ons land inmiddels grotendeels verlaten. Met het langzaam openbreken van het wolkendek komt dus de zon er af en toe bij en kan de temperatuur ook nog even oplopen. Dit zijn de hoogste temperaturen gemeten vandaag tot drie uur vanmiddag. 16 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuiden van Limburg. En dat laat wel zien dat we echt te maken hebben met warme lucht, zeker voor deze tijd van het jaar. Vanavond houden we een wisselend weerbeeld. Wolken en opklaringen wisselen af. Verspreid in het land misschien een enkel buitje. Temperatuur halverwege de avond tussen graad of 16. En de komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 13 tot 10 graden, met nog steeds wel kans op een enkel lokaal buitje. Dan morgen begint de dag heel aardig met tamelijk veel zonneschijn en op de meeste plaatsen is het droog. De waait is zwakke tot matige zuidelijke wind en die voert nog wat warmere lucht aan dan vandaag. Uiteindelijk komt de temperatuur uit tussen de 20 graden in de noordelijke helft van het land en 22 tot misschien plaatselijk zelfs wel 25 graden in het midden, zuiden en zuidoosten van het land. In de loop van de dag gaat de bewolking wel toenemen vanuit het zuidwesten, en in de middag komen dan geleidelijk ook al een paar buien vanuit het westen opzetten. Die buien breiden zich aan het einde van de middag in de avond richting het oosten van het land toe uit en dan worden ze ook nog wat actiever. Er kan zelfs een klap onweer bij zitten. We gaan daarmee een wat wisselvalligere periode tegemoet. In de nacht naar zaterdag is het overwegend bewolkt en valt er regen. Zaterdagochtend trekt die regen dan naar het oosten weg en dan gaat de zon van tijd tot tijd schijnen. Is het dan eigenlijk een hele aardige zaterdagmiddag bij een graad of 17. Op zondag dan begint de dag vrij mooi met nog wat zon. Maar in de middag raakt het bewolkt en gaat het flink regenen vanuit het westen. En daarbij trekt de wind ook nog eens behoorlijk aan uit een zuid-zuidwestelijke richting. Die wordt matig en een zeekrachtig. Kracht 4 tot 6. En met een graad of 16 is het dan ook wel bekeken. Op maandag hebben we een afwisseling van wolken, zon en een aantal flinke buien. Kan ook even flink regenen daarbij. Nog steeds een behoorlijk stevige wind. Dan wat meer uit westelijke richting. En de middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. En kijken we tot slot nog even naar de lange termijn verwachting, dan zien we duidelijk die piek in de temperatuur en op de vrijdag. En daarna de middagtemperatuur dalend naar waarden zo rond de 15 graden. En in de nachten is het meestal zo tussen de 5 en 10 graden. Tot zover het weer op weerplaza.nl.